Hoi, ik ben Wim van Bucks Music. Ik ga je vandaag 5 startersets laten zien. Ik heb deze bewust gekozen omdat ze allemaal dezelfde configuratie hebben. Dat betekent het juiste aantal toms en het juiste aantal backends waarop methodes zijn gebaseerd. Het zijn bekende merken, waaronder Tama, Pearl, Yamaha en Mapex. We beginnen met de Tama Rhythmmate. En wat mag je daarvan verwachten? Deze set bestaat uit een 20 inch bassdrum, 10, 12 tom, 14 inch floor, 14 inch snare. Deze set is gemaakt van populierenhout en deze wordt geleverd met de Rhythmmate fabrieksbekkens. Deze Tama heeft een kogelgewricht. Wat betekent de kogelgewricht? Is dat je de tom in alle situaties en alle posities heel eenvoudig kunt instellen. Deze set is zowel met een 20 inch bassdrum met 10, 12, 14 inch tom te verkrijgen als een 22 met 10, 12, 16 inch floortom. Deze Rhythmmate wordt standaard geleverd met Tama fabrieksvellen. Dan moet ik eerlijk zijn dat dat niet altijd de allerbeste vellen zijn. Het zijn enkelaars vellen en vaak klinken die niet echt heel mooi en warm. Ik ga je zo dadelijk de set laten horen zoals die vanuit de fabriek klinkt. Maar ik ga je ook even laten horen hoe dat hij snel met een kleine aanpassing in een soort van moongel of de earrings deze set al heel snel een stuk professioneler kunt laten klinken. Ga ik je nu laten horen het verschil met de demperingen. Je hoort wel een heel verschil. Dus ik adviseer je om misschien toch gelijk de demperingen erbij te bestellen. Ik ga nu verder met de set van Yamaha, de Raidin. Ook typisch een drumstel voor beginners. Deze is ook weer in 2 configuraties te krijgen met een 22 inch bassdrum 10, 12, 16 of een 20 inch zoals ik hier heb staan met 10, 12, 14. Deze set wordt geleverd met Paiste 101 bekkens. En dit drumstel heeft het voordeel dat het geleverd wordt met 2 boomstands. Ook deze heeft een kogelgewricht, wat dus handig is om de positie precies naar je hand te kunnen zetten. Ik ga hem nu eerst laten horen zoals die uit de fabriek geleverd wordt. En daarna met moongels. Ik ga je nu deze set laten horen met moongels. Ik ga ze nu eventjes op het vel leggen. Leg ze altijd een beetje bovenaan het vel, zodat je er niet op slaat. En afhankelijk van waar je ze legt, verandert ook de lengte en de hoogte van de toon.
Zoals je kan horen is er een heel verschil tussen met of zonder moongel. Dus ik adviseer je om misschien deze toch maar gelijk bij te bestellen. Wat ik overigens ben vergeten te vertellen is dat deze set ook gemaakt is van populierhout. Ik ga je nu iets meer vertellen over de Mapex Storm. Wat je meteen opvalt is de extra floorton. Deze set wordt bij ons in deze configuratie geleverd. Je kunt alleen nog kiezen tussen een 22 Hz bassdrum of een 20 Hz bassdrum. En de rest is een 10, 12, 14, 16. Deze set wordt geleverd met Zildjian bekkens uit de serie de Z-Planet. En ook deze set heeft een kogelgewricht. Hij wordt ook geleverd zonder stokken en let op, ook zonder drumkruk. Ik ga je nu laten horen zoals die klinkt vanuit de fabriek, dus zonder demping en later weer even met demping, in dit geval met moongels. Ik heb nu de moongels geplaatst. Let op waar je ze plaatst. Zorg dat je er nooit op slaat. Dus aan het eind van de trom, niet helemaal tegen de rand, maar net er vandaan, is het al snel goed. Kunnen horen. Daarom adviseer ik, misschien verstandig, om er meteen de moongelletjes of de ringen meteen bij te bestellen. Ook deze set is in verschillende kleuren leverbaar. Ik zit nu achter de Pearl Export, een hele populaire beginnerset. Ook deze bestaat uit verschillende configuraties die je kunt kopen, zowel met een 20 inch als een 22 inch bassdrum en de mogelijkheid met 10, 12, 14, 10, 12, 16, 12, 13, 16. Allemaal mogelijk. Ook in verschillende kleuren. En ook nog in een gelakte uitvoering. Deze set wordt geleverd met standaard de Sabian SBR bekkens. Ik ga je deze set nu eerst laten horen zonder demping, zoals die dus vanuit de fabriek geleverd wordt. En daarna met een moongel, zodat die wat warmer klinkt. Ik heb hem nu met moongel, dus let altijd even op dat je hem de goede plaats geeft. Dus een beetje bovenin het vel, zodat je er niet op speelt. Dit is de Tama Imperial Star. Deze wordt ook in verschillende uitvoeringen geleverd, zowel in verschillende kleuren als in configuraties. Bij deze kun je ook zelfs een 18 inch bassdrum bestellen. Deze set wordt geleverd met MCS Meinl bekkens, wat dus duidelijk ook
een stuk betere bekkens zijn dan de overige van de beginsets. Dan ga ik je nu laten horen hoe die klinkt als die standaard uit de doos komt, met enkellaag Stama fabrieksvellen. En ik ga je laten horen zodat die kan klinken met een dempsysteem, in dit geval Evans. Goed, conclusie van deze set. Hij wordt overigens geleverd met een drumkruk. En wat ik dan toch ook wel een erg positief punt vind van deze set, is dat hij toch geleverd wordt met deze bekkens. Die zijn toch echt weer wel een stukje beter als de andere. Ik heb je nu alle vijfde sets laten zien. En ik ga nog eenmaal even snel de plus- en de minpunten benoemen. Bij de Tama Rhythmmate... Het minpuntje zijn de bekkens. Het zijn fabrieksbekkens en dat is een beetje jammer. Alhoewel, het is ook de goedkoopste versie. Dus prijs-kwaliteit-verhouding is weer wel prima in orde. Bij de Yamaha vind ik jammer dat er geen drumkruk bij geleverd wordt. Daar zitten dan wel een goede bekkens bij van Zildjian. Voor de rest een prima set om mee te starten. Bij de Mapex Storm zitten ook goede bekkens en heeft een extra floorton. Wat voor sommige mensen toch wel misschien wel een leuke extra is. De Pearl Export heeft weer best wel veel klasse. Dat voel je en dat hoor je in alles wat je ermee doet. Wordt wel zonder drumkruk geleverd. Ook de Mapex trouwens wordt ook zonder drumkruk geleverd. Wat eigenlijk dan weer een beetje jammer is. En dan krijgen we de laatste, de Imperial Star van Tama. Die heeft gedacht aan een drumkruk. En die heeft dan ook absoluut de beste bekkens voor bij een beginset. De laatste tip die ik je mee wil geven, en dat geldt voor alle sets. Ze worden geleverd met fabrieksvellen. Vaak niet de beste vellen, enkellaags vellen. Door gebruik te maken van of een moongelletje of dempringen klinken de sets allemaal heel snel een stuk warmer en mooier. Mocht je nu toch nog twijfelen, kom dan langs in een van onze winkels of neem contact op met de helpdesk.